leest Joep Nijenbanning van de Buitenvreeschool het verhaal over David Krammer. Aansluitend vertelt Barend Fadagon over de Joodse wegvoering. Vervolgens zal er door Joop Brink namens de gemeente en daarna door Ben Kuiper en Mark Schuitema namens Stichting Synagoge Koevorden een krans worden gelegd. Hierna legt Johan Stoffels een bloemstuk namens de inwoners van Koevorden. Na het leggen van de kransen zullen we beginnen aan de stille tocht naar het verzetsmonument aan de Van Hutsingel. We willen u vragen om dan voor het Joods monument langs te lopen, zodat een ieder nog de gelegenheid heeft om de meegebrachte bloemen te leggen of even stil te staan. We willen u vragen de stille tocht ook in stilte af te leggen. Loes, Kelly, Monique en Joep, komen jullie naar voren? Het is lang geleden, maar wij mogen het nooit vergeten. Oorlog is zinloos geweld, waarin mensen, zoals jij en ik, pijn en ontberingen hebben gekend. Velen van hen stierven door uitputting en ziekte, of werden weggevoerd en gingen hun dood tegemoet. Laten wij vandaag gedenken, even stilstaan, als eerbetoon aan hen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Vrijheid ligt niet zomaar op straat. Je kunt het niet even ophouden. Ze leven zonder angst en geweld. Vrij kunnen zijn in je doen en laten. Vrijheid is ook kunnen laten zien wie je bent en waar je voor staat. Het is dankbaarheid aan hen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Vandaag is het 4 mei 2018 en staan we met elkaar bij het Joods monument in Koevorden. Wij herdenken vandaag de Nederlandse oorlogsslachtoffers en we vieren morgen dat we 73 jaar geleden bevrijd werden en dat we nog steeds in vrijheid kunnen leven. Op dit Joods monument staan 124 namen van Joodse stadsgenoten die zijn omgebracht in de jaren 1940-1945. Als je naar deze 124 namen kijkt en ziet wanneer ze zijn geboren, dan weet je dat er tussen die 124 namen veel kinderen staan die dus op hele jonge leeftijd zijn omgekomen, gedood door de vijand, op vaak gruwelijke wijze. Kinderen die misschien wel net zo oud waren als ik nu ben. Ik probeer me voor te stellen hoe deze kinderen zich gevoeld moeten hebben toen de oorlog uitbrak in Nederland. Hoe ze langzaam van hun vrijheid beroofd werden en hoe ze zich voelden toen ze opgepakt werden. Van onze juf moesten we deze gedachten op papier schrijven. David Krammer, een jongetje van 10 jaar oud. Hij woonde met zijn moeder, vader, opa, oma en zussen, oma, oom en tante samen. David Krammer was geboren op 17 april 1930 in Koevorden. Toen hij 10 jaar was, brak de oorlog uit. Daarvoor was het gewoon een normaal gezin zoals de andere gezinnen. Tot op 10 mei 1940 de Duitsers Nederland binnenvielen. In het begin van de oorlog was er nog niks aan de hand. De mensen waren wel een beetje bang, maar voor de rest gingen ze verder met hun dagelijkse leven. Ze gingen naar school, vierden verjaardagen en gingen op schoolreisjes. Maar na verloop van tijden veranderden er steeds meer dingen. Soldaten werden strenger, Joden mochten niet meer naar zwembaden, parken en Joden moesten een Jodenster dragen. Tot ongeveer in 1942 werden Joden opgeroepen om zogenaamd te gaan werken. David Krammer was ondertussen al 11 jaar. Hij en zijn gezin gingen naar de kampen om te werken. Na een tijdje moesten ze 3 dagen in de trein reizen. David Krammer ging met zijn familie naar kamp Auschwitz. Daar werd hij op 19 februari op 12-jarige leeftijd vermoord in de gaskamers. Ik denk dat David zich heel erg bang heeft gevoeld. Hij wist niet wat er zou gaan gebeuren. Zomaar uit je huis gehaald worden en dan in een trein naar een vreemd land. Dit verhaal van David Krammer is maar één voorbeeld van de gruwelijke dingen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gebeurd. Gelukkig leven we nu in vrijheid, maar staan we er wel bij stil.
zou jij doen? Is een vraag die vaak gesteld wordt bij een inleiding over de Tweede Wereldoorlog en het verzet. We kunnen deze vraag ook uitbreiden. Met wat zou jij doen als je tot een onderdrukte groep hoort? Zo'n onderdrukte groep waren de Joden. Na mei 1940 werden hun vrijheden steeds verder beperkt. Al snel mochten ze hun beroep niet meer uitoefenen en hadden ze geen inkomen meer om hun gezin te onderhouden. Joodse kinderen mochten niet meer naar het zwembad en ze mochten niet meer naar school, waar ze jaren naartoe gingen en speelden met hun niet-Joodse vriendjes. Zou jij hiertegen verzet gepleegd hebben? En wat zou je doen als je 18-jarige een oproep krijgt om je te melden voor de werkkampen? Zou je ook gegaan zijn of juist niet? Als je niet zou gaan, maar onderdook, dan liep je de kans dat je vader zou worden opgepakt en naar een kamp gestuurd. Daar dreigde de bezetter mee. Veel jonge mannen voelden daarom dat ze geen keus hadden. Ze wilden niet dat hun ouders iets zou overkomen en lieten zich daarom door de politie naar de werkkampen brengen. Toch waren er enkele die wel in verzet kwamen. Jo Frank, Izzy Kaan en Herman Silverberg. Jonge mannen van 20 jaar. Zij besloten uit het werkkamp te vluchten en onder te duiken. Herman werd opgepakt en kwam alsnog in Auschwitz terecht. Joop en Izzy doken onder en hebben de oorlog overleefd. Maurits en zijn broer Sammy van Coevorde durfden niet onder te duiken. Maurits had een vrouw en twee kinderen van 3 en 1 jaar. En Sammy was bang dat ze zijn vader zouden oppakken. Beide jonge mannen hadden geluk dat ze niet op transport naar Auschwitz zijn gesteld en overleefden de oorlog. Hun ouders en de vrouw en de kinderen van Maurits zijn wel vermoord. Maar er kwamen er meer in verzet. Nathan Haalman dook met zijn vrouw en 4-jarig zoontje onder, vlak voordat de politie hen zou komen halen. Ook Salomon Heksje dook met zijn vrouw en 4-jarig zoontje onder. En de 62-jarige David van der Vecht kneep er 's avonds nog tussenuit en vond onderdak bij bekenden in Steenwijksmoer. Zij hebben allemaal de oorlog overleefd. Maar de rest van de Joodse bevolking ging met de politie mee toen die hun kwam halen. Komprecht Sanders gaf zich niet zomaar gewonnen en verzette zich al schreeuwend. Maar wat kan een 60-jarige man doen tegen 2 politieagenten? Ja, een kleine groep Joodse Coevordenaren pleegt passief verzet door onder te duiken. Wat zouden wij hebben gedaan? Thank you.
We zingen nu het eerste couplet van het Wilhelmus. Bij het verzetsmonument zal het gedicht Kind in de oorlog worden voorgelezen door Tobias Opthoff van de Paul Krugerschool. Daarna vertelt Judith van Weperen een verhaal over de verzetsman De Koning. Komen jullie naar voren? Kind in de oorlog. Een klein kind loopt over straat. Om zich heen ziet hij haat. Niemand weet waarom hij niet meer praat. Net als het feit dat hij niet weet waar hij heen gaat. Er valt een bom zo luid. Hij schrikt van het geluid. Zijn benen zo zwaar als lood. Het geluid van krijzende mensen in zijn hoofd. Hij verlangt naar zijn familie en huis, het eten van brood. Lekker warm zitten voor de buis, zijn pijn zo groot, geen angst meer voor de dood. April 1945. De Engelse troepen trokken langzaam naar Noord-Duitsland, waar onder andere het concentratiekamp Neuengamme lag. Het bestuur van de stad Hamburg, de SS, de politieke leiding en de politie wilden de gevangenen zo snel mogelijk wegvoeren uit het kamp, om zo de bewijzen van hun gruwelijke misdaden te verdoezelen. 14.000 verzwakte mensen werden te voet in vrachtwagens en met treinen naar Lübeck gebracht. En vandaar met twee vrachtschepen naar het buitengaats gelegen passagiersschip de Kap Arkona gebracht. Engelse jachtbommenwerpers vlogen op 3 mei 1945 naar Hamburg en Lübeck met de opdracht alle Duitse schepen die in de Oostzee lagen te vernietigen. Een van de vrachtschepen en de Kap Arkona werden gebombardeerd, vlogen in brand en zonken. 800 mensen hebben de ramp overleefd. Het tweede vrachtschip met 2000 gevangenen aan boord liep averij op en keerde terug naar de haven van Neustadt. Een paar uur na deze verschrikkelijke tragedie arriveerden de Engelse troepen in Neustadt en werden de overlevenden bevrijd. Nu even terug in de tijd. Op 9 januari 1940 werd de waarnemend districtscommandant van de OD in Coevorden, Ham Harm Koning, samen met de districtscommandant ingenieur Willem Mantel en de gebroeders Hartemink uit Dalen opgepakt door de landwacht, dus door hun eigen landgenoten. Mantel en de gebroeders Hartemink zijn bij de Woeste Hoeve gefusilleerd. Hoe het met Harm Koning afliep, werd mij verteld door zijn dochter, mevrouw Nelly de Boer Koning.
Mijn vader was administrateur bij de Centrale Handelsmaatschappij in Coevorden. Mijn vader was oranje gezind en aan de muur bij ons thuis hing een spreuk: God, Nederland en Oranje. Mijn vader was voor de oorlog bij de vrijwillige landstorm en iedere zaterdag ging hij naar een bepaalde plek met het geweer dat bovenin een kamertje stond. Mijn moeder was ziek en daarom was er een verpleegster in huis. Door de lichamelijke klachten die mijn moeder had, hield ze zich niet erg bezig met mijn vader, mijn kleine broertje en met mij. Er werd dus niet veel gepraat en helemaal niet over de oorlog. Wel luisterden wij naar de Engelse zender en wanneer het Wilhelmus werd gespeeld, dan ging mijn vader staan. Op 9 januari 1945 zaten we met elkaar in de kamer. Mijn moeder, de verpleegster, mijn vader en ik. Mijn kleine broertje Harry lag in bed. Mijn vader deed administratie voor de Baptistenunie en ik deed mijn huiswerk. Ik zat toen op de kweekschool. Plotseling werd er op de ramen geslagen en werd er gebeld. Ook op het dak hoorden we mensen. Mijn vader liep naar de voordeur en deed de deur open. Het was een aantal jonge mannen, landwachten uit Schonebeek en van langs het Stieltjeskanaal, die hem vroegen: bent u koning? Mijn vader zei plechtig: ja, dat ben ik. Ze kwamen binnen en zeiden dat hij mee moest. Mijn vader zei dat hij nog even iets tegen mij wilde zeggen. Hij keek me aan en, omdat mijn moeder ziek was, gaf hij mij allerlei opdrachten. Hij zei: ik wil dat je goed voor mama en je kleine broertje zorgt. En toen vertrokken ze. En ze lieten alle ramen en deuren open. En toen pas besefte ik dat mijn vader in het verzet zat. Wij kregen 3 landwachten in huis en die zaten met hun geweren in de kamer. Wanneer mijn moeder met de verpleegster een stukje ging wandelen, dan gingen de landwachten met hun geweer in de aanslag achter hen aan. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat mijn vader verraden is. Hij werd die avond naar de markt gebracht, naar het huis met de trap. En daar hebben ze hem verhoord en ontzettend geslagen. En daarna is mijn vader naar Hollandse Veld gebracht, naar de openbare school waar toen de Nederlandse SS zat. Na een paar dagen kreeg ik toestemming om mijn vader te bezoeken. Ik ben op de fiets met een koffer met allerlei spullen, zoals kleren en levensmiddelen, naar Hollandse Veld gegaan. En daar heb ik tegenover mijn vader aan tafel gezeten. Er was steeds iemand aanwezig. Mijn vader had een blauw oog en zijn handen waren gezwollen van de slagen die hij had gekregen. Ik kon alleen maar huilen. En dat vond ik achteraf wel zwak van mij. Mijn vader zei: je moet goed je best doen op school en zorgen dat je je akte haalt. Hij gaf me raadgevingen voor mijn moeder mee. En ik ben nog een poosje bij mijn vader gebleven. En daar ben ik achteraf wel erg blij om. Ik heb nog wel heel lang zijn gezicht voor mij gezien, zoals hij eruit zag nadat hij zo mishandeld was. Toen ik moest vertrekken, hebben we elkaar goed vastgehouden. Ik ben naar buiten gegaan en heb mijn fiets gepakt. Mijn vader stond voor het raam van een schoollokaal. Hij had zijn hoed op, want het was koud. En hij zwaaide naar mij. En dat was het allerlaatste wat ik van hem heb gezien. Mijn vader is naar Assen gebracht en daar op transport gezet. Hij is uiteindelijk in Neuengamme terechtgekomen. We hebben helemaal niets meer van en over mijn vader vernomen. We hebben alleen de brieven nog die hij uit de trein heeft gegooid. En thuis ging het leven gewoon door. We kregen veel medeleven van familie, vrienden en buren. Toen we uit ons huis aan de Van Heutsingel werden gezet, werden we heel liefdevol opgevangen door de familie Grootonk in de Emmastraat. En daar hebben we tot de bevrijding gewoond. Vanuit de tuin konden we ons oude huis zien, waar veel plezier werd gemaakt door de dames en de heren die er ingetrokken waren. Hoewel mijn moeder wel opknapte, werd het toch wel van mij verwacht dat ik alles regelde. En daarin heb ik mijn vader enorm gemist. Want we stonden 's morgens altijd samen op en aten dan samen havermout. En ik ging vaak naar vaders werk en dan gingen we van daaruit zwemmen. Mijn vader en ik, ja, we deden alles samen. We waren maatjes en ik heb hem heel erg gemist. Mijn vader heeft mijn moeder, mijn broertje en mij willen sparen en daarom nooit iets verteld. Ik denk dat mijn vader erg eenzaam is geweest.
Na de oorlog zijn we weer naar ons huis teruggegaan. Mijn moeder is in 1966 overleden en op haar grafsteen staat onder andere: gehuwd met Harm Koning, gebleven in het verzet, graf onbekend. Er wordt nu een krans gelegd door Joop Brink van de gemeente met Ria Oostelaar van het 4 mei-comité. Daarna is er gelegenheid tot het leggen van andere kransen. Het 4 mei-comité dankt u voor uw aanwezigheid en wil ook iedereen bedanken voor de vrijwillige medewerking aan deze herdenking. Nu wordt eerst de jeugd uitgenodigd om bloemen uit bij het verzetsmonument te leggen en daarna kunt u allen langs het monument lopen en bloemen neerleggen. Daniel.